De Vlaardingse reddingsbrigade was zelf niet betrokken bij de zoekactie, omdat de brandweer verantwoordelijk is voor de veiligheid op de rivier. Nee, gisteren hoefden wij niet mee, zeg maar. Er is wel één collega die aan de Rozenburgse zijde woont, van de Rozenburgse reddingsbrigade, die thuis was en die ziet alle hulpdiensten voorbij komen. Die denkt, hey, wat is er? Die gaat mee. Die is nog wel te water gegaan naar die jongens toe, maar die jongens die zwommen naar een bouwterrein. En daar heeft de politiehelikopters gevonden. Toch ziet de reddingsbrigade het gevaar van zwemmend het scheur oversteken maar al te goed in. Ik begrijp aan de ene kant ook wel waterverkoeling. Maar aan de andere kant is het natuurlijk hier levensgevaarlijk. De stroming, die gewoon de getijdenstroming en het scheepvaartverkeer. Dan gaat hij natuurlijk binnenvaart, scheepvaartverkeer en de zeevaart gaat hij doorheen. Het grootste gevaar zit hem in de stromingen. Daar kan je echt niet tegen inzwemmen van een schip. Ja, en voor de rest, de getijdenstromen, ja, eb en vloed, die hebben hier ook. En dat ga je gewoon mee naar zee of landinwaarts. Ook op de stranden is gewaarschuwd voor gevaarlijke stromingen. Waar moet je dan verkoeling zoeken? Het advies is, blijf uit die grote vaarwegen. Blijf op zee uit de gevarenzone, zeg maar, als er de vlaggen gehezen worden, wat nu duidelijk proberen te maken. En ga gewoon lekker in de plasjes of thuis in een bad in de tuin liggen. Maar ga niet in deze waterweg zwemmen. Ja, de hulpdiensten hebben ook heel veel uitdruk. Gisteren denk ik dat er een half korps hier heb gestaan, als je het even bekijkt. Kost ja, ten één geld, maar ook als er ergens anders wat gebeurt, dan staan die hulpdiensten hier vast. En ja, alleen maar om even naar de overkant te zwemmen. Dat is denk ik zonde van al het werk die mensen doen.